We gaan voor jullie vandaag een educatieve presentatie doen. En we beginnen eigenlijk aan die kant, aan de andere kant, bij onze vier vrouwtjes. We hebben in totaal 6 gewone zeehonden. Hier hebben we 2 mannetjes, die gaan het tweede deel van de presentatie doen. En nu gaan we dan eerst naar de vrouwtjes. Bonjour, et bienvenue à notre Lille Front. Nous allons vous faire une présentation. Ici nous avons 6 sortes au total et nous leur avons demandé de séparer en 2 groupes afin de travailler plus facilement avec eux. Dans ce bassin ici, nous avons les 4 femelles adultes et dans l'autre bassin, il y a 2 vieux mâles qui feront l'entraînement médical dans la seconde partie de notre présentation. In het totaal zijn er 18 verschillende zeehonden soorten op onze aarde. De dieren die wij hier hebben, dat zijn de gewone zeehonden. Dat is een inheemse soort en daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat ze voorkomen aan de kusten van België. We kunnen ze ook nog voor dat tegenkomen in Denemarken of in Nederland bijvoorbeeld. En ze zijn herkenbaar aan hun geblekte vacht. We behoren ook tot de familie van de ventpotigen. Au total, il y a 18 espèces de phoques et les animaux que vous voyez ici sont des phoques communs, aussi appelés veaux marins. C'est une espèce indigène et ils font partie de la famille des pinnipèdes. Ils habitent de la mer du Nord, sur les côtes en Hollande, près du Danemark. Et leur fourrure est achetée. Goed, zoals ik al zei, hebben we hier onze 4 vrouwtjes van Uma, Mika, Cilia en Tag. Mijn collega's komen eraan en die zullen ook eens vragen aan de dieren om uit het water te komen, zodat we ze ook van dichterbij kunnen gaan bekijken. En zo kan ik misschien eens de verschillen uitleggen tussen zeehonden en zeeleeuwen. Donc, mon collègue, zo naar de week. Nous demandons aux animaux de sortir de l'eau et ainsi nous pourrons mieux les observer et vous montrer les différences entre les phoques et les otaries. En we beginnen van voor bij de kop van onze dieren. We hebben 2 grote ogen. Als jullie goed kijken, kunnen jullie dat zien. En die grote ogen, daarmee kunnen ze heel veel licht opvangen onder water. Dat wil ook zeggen dat ze het zeker kunnen zien onder water. Verder hebben ze ook nog een V-vormige neus. En die neus kunnen ze openen en sluiten wanneer ze maar willen, om eigenlijk ervoor te zorgen dat er geen water in hun neus terechtkomt. Donc, le phoque voit très bien sous l'eau, grâce à leurs yeux, qui absorbent de la lumière supplémentaire. Au-dessus de l'eau, ils ont une vision trouble, c'est la contraire de nous. Ils ont aussi un nez en forme de V. Et leurs narines se ferment quand ils vont sous l'eau et s'ouvrent quand ils prennent une inspiration en surface. Verder hebben we natuurlijk ook nog die snorharen, dat zijn heel gevoelige snorharen. En die gaan ze gaan gebruiken om eigenlijk een omgeving te gaan aftasten. Als ze rondzwemmen in troebel of in donker water bijvoorbeeld. Donc les flocons des vibris, c'est une sorte de moustache, très sensible, qui leur permet d'explorer leur environnement et de localiser leur proie. Dan hebben de zeehonden natuurlijk ook nog oren. En die staan achter hun ogen. Dat is het eerste verschil met onze zeeleeuwen, want zeeleeuwen hebben uitwendige oorschappen, maar als jullie goed kijken, hebben onze zeehonden kleine gaatjes in hun hoofd. Dat zijn gaatjes in hun schedel en dat zijn dus hun oren. Ze hebben geen uitwendige oren zoals de zeeleeuwen en ook zoals ons. Donc les oreilles de phoque se restent à 2 petits trous dans leur crâne. C'est une différence avec les otaries, parce que les otaries ont des papillons d'oreilles externes comme nous. Dan hebben ze ook nog 5 nagels op iedere flipper. Le phoque ont 5 ongles sur chaque patte. En zeehonden zijn eigenlijk heel goed aangepast aan het leven in het water. Ze hebben een vorm waarmee ze makkelijk door het water kunnen glijden. Ze gaan eigenlijk gaan zwemmen met hun achterflippers en gaan sturen met hun voorflippers. Ze bewegen die achterflippers van links naar rechts, zoals daar getoond wordt. En kunnen zelfs zeilen behalen tot wel 30 à 35 km per uur. Donc les phoques sont très bien adaptés à la vie aquatique. Ils ont une forme qui leur permet d'avancer plus vite dans l'eau. Ils nagent avec leurs pattes arrière et ils dirigent avec leurs pattes avant. Ils bougent leur nageoire arrière de gauche à droite et peuvent atteindre une vitesse de 30 à 35 km par heure. Regardez bien, l'animal va nous faire une démonstration. Nous allons
een demonstratie voor waar ze eindelijk gaan zwemmen voor het water. Daar gaan ze. Voilà, en dit is maar een applaus hoor. Nee, die manier van zwemmen, dat is wel een groot verschil met de zeeleeuwen. Want zeeleeuwen gaan hun voorflippers gebruiken om vooruit te gaan. Die gaan ze op en neer bewegen. Donc la méthode nage est une grande différence entre les phoques et les tarés, parce que les otaries nagent avec leurs pattes avant, qu'ils bougent haut en bas. Soms gaan ze ook op de rug staan, ils nagent souvent sur leur dos. Maar een van de grootste verschillen tussen zeehonden en zeeleeuwen is de manier van voortbewegen op het land. Zeehonden kunnen niet op hun vierflippers gaan steunen. Dus gaan ze doen, zijn eigenlijk hun rondhobbelen op hun buik of misschien zelfs rollen over de grond. Donc une grande différence entre les phoques et les otaries est la manière qu'ils marchent sur terre. Les phoques ne peuvent pas marcher sur leurs quatre pattes et se déplacent sur leur ventre comme ça. Les otaries peuvent marcher sur leurs quatre pattes et sont plus rapides que les phoques sur terre. Dus de zeehonden kunnen wel op hun vierflippers steunen en zijn slapper en behendiger op het land dan de zeehonden. Dus dan zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel met onze vrouwtjes. Kijk maar eens goed, want ze komen nog eens op de rots liggen. Donc c'est ça pour la présentation avec notre femelle, mais il y a une autre partie de notre présentation avec les mâles à l'autre côté. Donc nous allons maintenant dépasser à l'autre côté. We gaan nu op dit moment aan de andere kant voor bij onze mannetjes. Goed, dus de gewone zeehonden die staan heel hoog in de voedselketen. Hun natuurlijke vijanden, dat zijn orka's en grote haaisoorten. Zelf eten de zeehonden enkel maar vis, het zijn natuurlijk ook roofdieren. Ze eten ongeveer 2 tot 3 kilogram vis ongeveer in de zomer. Maar in de winter kan het zelfs gaan oplopen tot 8 kilogram vis. Voor wat variatie in hun dieet, maar ook in hun omgeving, gaan we verschillende soorten vis geven. Maar we geven ze ook, zoals jullie misschien al hebben gezien, van die gelatineblokjes. Dat zijn een soort watersnoepjes voor de dieren. Dat is ook voor variatie, maar ook voor wat meer water aan de dieren te kunnen geven. Le phoque central dans la chaîne alimentaire. Leurs prédateurs naturels sont les orques et les grandes espèces de requêtes. Les phoques ne mangent que du poisson, ils sont aussi des prédateurs. Pour la variation de repas, nous donnons différentes espèces de poissons, mais nous donnons aussi de gélatine, qui a une texture différente et qui ont pu être bonnes pour leur santé et un apport d'eau supplémentaire pour les phoques. Et zoals ik al zei, hier hebben we twee volwassen mannetjes, Nino en Casey. Dat zijn alle twee heel oude mannetjes. De oudste van is Casey, hij is al bijna 34 jaar. Casey is gemakkelijk herkenbaar, want hij heeft twee witte of rode ogen, zo wit-rood. Dat komt omdat hij cataract heeft in beide ogen. Dat is een aandoening die eigenlijk veel voorkomt bij oudere zeehonden. De levensverwachting van deze soort ligt tussen de 25 en de 30 jaar. Dan ik zie dus daarvan nog voor 2 vieux mâles, Nino en Casey. De plus ancien est Casey, c'est âgé à 34 ans. Il est facilement reconnaissable par ses yeux blancs et il est aveugle. Cette pathologie est due à la vieillesse et est assez fréquente chez les vieux individus. L'espérance de vie de cette espèce est en moyenne 25 à 30 ans. Goed, en met deze dieren gaan wij een trainingsdemonstratie doen. Maar waarom trainen wij eigenlijk om dieren? We trainen ze voor 4 grote redenen. Voor hun gezondheid, het allerbelangrijkste. Voor educatie, zoals we nu bezig zijn. Voor onderzoek te kunnen doen en voor hun verrijking. Dus pourquoi entraînons nous notre animaux? Nous entraînons pour 4 raisons principales. De meeste. L'enrichissement, la recherche et l'éducation. De manier van trainen is bij deze dieren hetzelfde als bij de zeeleeuwen en de dolfijnen. Donc la méthode d'entraînement est la même que celle des dauphins et des otaries. Waar gaan we nu eigenlijk van start met zo'n training? Wanneer eigenlijk een jong dier zelfvertrouwen krijgt, komt ook wat liefde bij de verzorging. En wanneer het begint met eten, kunnen we ook gaan belonen met vis.
Daarom zijn onze dieren dus beloond met vis, maar ze worden ook beloond met andere stimulaties, zoals aanraking, zoals voorwerpen, zoals jullie hier al hebben gezien, zoals geluiden bijvoorbeeld enzovoort. Donc, comment allons-nous commencer avec notre entraînement? Nous, le bébé a fait, non. Comment allons-nous commencer? Quand le bébé a pris confiance, et il va se rapprocher du soigneur comme ça. Et quand il commence à manger, nous allons le récompenser avec du poisson. Les animaux sont donc récompensés avec du poisson, mais aussi avec d'autres stimuli comme il le touche, le son, des objets, etc., etc. Maar we gaan dan effectief van start met zo die training. We gaan ze eigenlijk eerst aanleren onze hand aan te raken en daarna onze hand te volgen. En telkens als ze dit doen, gaan we eigenlijk gaan fluiten. Dat wil zeggen, goed gedaan, je krijgt een beloning. Donc, nous allons lui apprendre dans un premier temps à toucher notre main et puis de suivre notre main. Et quand il touche ou suivre notre main, nous sifflons. Et la coupe de sifflet indique à l'animal qu'il a bien fait un exercice et que nous allons la récompenser avec du poisson ou avec des autres stimuli. Dan de meest voornamelijke reden waarom wij onze dieren trainen, zoals ik al zei, is om hun beter te kunnen verzorgen. We geven jullie graag een demonstratie van onze medische training met de dieren. Donc, une des principales raisons pour laquelle nous entraînons les animaux est pour mieux prendre soin d'eux et de leur santé. Nous allons vous faire une démonstration de notre apprentissage médical. En we beginnen met de down positie. Kunnen we misschien daar gaan zien. Dan moeten de dieren eigenlijk plat op hun buik, ook met hun kop, op de grond gaan liggen. Tot wij zeggen dat het goed is dat wij fluiten op ons fluitje. En zo kunnen we heel het gaan controleren. Kunnen we ook eventuele blessures gaan controleren. Of de nagels gaan knippen of bloedtrekken enzovoort. Donc ici, vous pouvez voir la position down. Et pendant la position down, nous pourrons contrôler des blessures ou couper des ongles par exemple. Wat we verder ook nog kunnen doen, is in de mond van onze dieren gaan kijken. Moesten bijvoorbeeld iets missen met hun tanden, met hun tong of met hun tandvlees. We kunnen aussi controleren la bouche de notre animal. Vervolgens hebben we dan ook nog de echo-positie. Die echo-positie die is andere vormen om de zwangerschap te kunnen gaan volgen van onze vrouwtjes. Hierbij moeten ze dus op hun zij gaan liggen en kunnen we gemakkelijk de buik gaan bekijken. En kunnen we dus van die echografieën doen om te kijken naar het kleine zeehondje. Donc ici, vous pouvez voir la position pour faire une échographie. C'est pratique pour suivre la gestation des femelles. Goed, dus wij trainen onze dieren om ze bezig te houden. Hè? In de natuur zijn ze vaak bezig met bijvoorbeeld bejaard, dat hebben ze niet, dus zorgen wij dat we ze bezig kunnen houden. Dan langs gaan we nog meer zien de periode de stichting activiteit komt la chasse. En dan voor oefeningen op afstand gaan we gebruik gaan maken van een targetstok. Die targetstok is een heel lange stok met een klein bolletje op het einde. En we hebben eigenlijk de dieren aangeleerd om dit bolletje zo goed mogelijk te volgen, zowel boven als onder water. Wordt straks ook eens gedemonstreerd. Donc, pour l'apprentissage des exercices à distance, nous utilisons un target. C'est un grand bâton avec une petite cible au bout et l'animal va suivre le target sous et au-dessus de l'eau, comme ça. C'est pour l'apprentissage des sauts, par exemple, de sauts brûlés en sprongen te gaan aanleren. Dus op die manier kunnen we dan verschillende dingen gaan aanleren. En we laten een applausje voor onze dieren, want ze zijn goed bezig. Oké, we vragen de dieren nog eens om wat dichter bij jullie te komen, want ik heb nog een belangrijke boodschap voor jullie allemaal. De dieren die wij hier hebben, dat zijn dezelfde als de diersoorten die leven aan de kusten van België, zoals ik al zei. Nu, voor die wilde dieren is er op dit moment een groot probleem. Ze zijn de verstoring van hun habitat door de mens. Daarom vragen wij aan jullie allemaal jullie hulp. Als jullie de kans krijgen om deze dieren te zien aan de kusten van België, kom dan zeker niet te dicht en raak ze absoluut niet aan. Dit kan wel gevaarlijk zijn voor zowel jullie als voor de dieren. Hou dus jullie afstand. Donc, nous allons maintenant demander aux animaux de se rapprocher de vous. Parce que les phoques ici
la mer que les phoques qui habitent dans la mer du Nord. Et pour eux, et les dangers de la vie sauvage et la perturbation de leur habitat par l'homme. Nous vous demandons donc, prospect, si vous avez la chance de voir des phoques sur les côtes belges, ne les touchez pas et ne les approchez pas de vous. C'est peut-être dangereux pour vous, mais aussi pour vous. Alors gardez votre distance. En met deze boodschappen dan aan het einde gekomen. Maar er is nog een sprong met Nino aan die kant. Ze zijn allemaal zeker nog eentje staan. We gaan ook gezorgd Nino maintenant. Pour la finale van onze presentation. Ja, ik denk dat het goed is. Hoppa. Hoppa. En met deze sprong zijn we dus aan het einde aangekomen, helaas. Dan wens ik jullie allemaal een heel fijne dag. Als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie deze zeker stellen aan een van ons. En dan wens ik jullie nog een hele fijne dag. Dan is het voor onze presentatie op. Heb ik nog gevoet. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser à l'un d'entre nous. Et nous vous souhaitons encore une très bonne journée à Boudewijn Seapark. Au revoir, salut, merci.